Hebben jullie een projectfinanciering vanuit de NAVO? Ik zie je graag een andere. Even, neem maar even serieus, open kaart voor de bas. Hey! De VVD is de partij van het respect. Rotten. Als ik zeg nee, dan bedoel ik nee. Nee is nee. Versta je hem? Nee? Omdat jij me gepakt hebt. Left. We vragen mensen hoe we ook zo'n mooi huis kunnen kopen. Okay, nee, ik denk dat mensen, ik wil niet gefilmd worden, maar mensen zijn heel erg voor privacy hier. Dus dat kan je beter echt niet doen. Anders komt de security dadelijk hier. Ja, dat zou kunnen. Okay, ik ga bellen dan. Ze gaat bellen. Nou, we zijn nog geen 5 minuten, maar de security komt eraan. Heeft u zin in de verkiezingen? Weet je waar ik zin in heb? In een lekker biertje. 13 jaar VVD, dat heeft voor de inwoner van Laren toch geen windeieren gelegd? Geen idee. Daar, zo ver ga ik niet hoe het met anderen gaat. Ik kijk alleen naar mezelf. Ikke. Nee hoor. Waarom ikke? Als u alleen naar zichzelf kijkt, is het toch een beetje self-centered. Ja, met dit stemmen, ja. U zou misschien ook kunnen denken, nou, ik ga stemmen voor de mensen die het wat moeilijker hebben. Doen mensen dat? Stemmen voor andere mensen? Ik denk dat iedereen... Dat kan. Er zijn altruïsten. Ja, nou, daar doe ik dus niet aan mee. Heeft u tips voor vrouwelijke ondernemers? Ja. Vertel. Zo min mogelijk doen en zoveel mogelijk genieten. Ik vind het goed dat iemand anders de bakkerij beheert en van ons geld leeft. Ja, in principe wel, ja. Hij heeft er wel vrede mee. Ik heb wel vrede mee, ja. Klopt. Gewoon kiezen voor een menswaardiger beleid volgende keer. Ja, dit is natuurlijk, ja. He was living in the rooms from Otto and he's saying it was like 5 people living in 2 meters room. If you lose the job, you have like 1 day, 2 days, and you need to leave the house. So you are homeless, you know. Hoe is het om te leven onder de rook van Gemoers? Hoe? De rook van Gemoers, dat gifbedrijf. Ik heb daar gewerkt. Wat deed u precies? Lycra zat ik. En wat houdt dat in? Ja, lycra is dat zit in je onderbroek. Wat vond u daarvan dat u erachter kwam dat het giftig was? Ja, dat is vervelend natuurlijk. Uw leidinggevende zeiden dat er niks aan de hand was. Nee, maar ja, die wisten het wel, achteraf. Maar die mochten niks zeggen natuurlijk. Dus die hebben tegen u gelogen? Ja, natuurlijk. Dat doen ze allemaal. En kinderen die niet meer mogen zwemmen in meren, hoe voelt dat? Hetzelfde antwoord. Maar krijg je genoeg salaris om dat schuldgevoel te laten verdwijnen? Tegenwoordig draait alles om geld. Tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons als ze nog wat opbrengt. Wat is er mis met 2 keer modaal of zo? Nee, maar daar... Dat is toch ook hartstikke veel geld? Er zijn mensen die nog veel meer verdienen, er zijn mensen die minder verdienen. Er zijn vooral heel veel mensen die veel minder verdienen, meneer. Ja, dus klopt. Ik vind u behoort bij de absolute financiële elite van dit land qua inkomen. Dat zou zeker kunnen. Wij betalen jullie huur. Jullie weer rijk worden voor mensen. Kom nou. Let wel op de integriteit, hè, jongens. Zo dwars, graag. Ja, zo weer een schandaaltje te pakken. Jij... Heb jij nou een leuk leven? Nee, dat dacht ik al. Ik kan geen huis kopen, ik heb een enorme studieschuld. En ik heb het idee dat het leven op de planeet ook redelijk onder druk staat. Het zou zijn als je wat minder wantrouwend was. En iets positiever, ik ga de auto nu in. Iets positiever naar de toekomst. Ik wil positief ja, tuurlijk. Maken. Gaan we doen. Maar waar moet ik dan precies positief over zijn? Nou, dat moet je zelf bedenken. Wat gaat er goed in dit land, Mark? Onironisch. Wat gaat er goed? Wat gaat er goed voor de jongeren? Ik ga rijden. Waar stemt u voor? Nou, ik weet het nog niet precies, maar ik... Hij is niet zo verlegen meer. BBB misschien en... weet het niet, wat Omtzigt gaat doen. Het BBB komt ook voort uit een marketingbureau, ja, van de agro-lobby. Ja, weet ik ook, ja, maar zover ga ik niet nadenken allemaal. Nee joh. dat zou het zijn natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Misschien de aarde ook wel plat is. Nou, daar heb ik toevallig ook eens in verdiept, want omdat het... Toeval? Nee, ja, dat is toeval, ja. Want dat was al eerder als dat hij erover begon. Omdat het eigenlijk voor mij niet te controleren is wat voor vorm die heeft. Dus je moet wel open-minded blijven om te kijken van... het belangrijkste vind ik... Zou ik een eitje kunnen zijn? Of een sterretje? Ja, of een donut. Ik heb geen idee. Vierkant.
Een vierkant lijkt me niet logisch. Heb je afgelopen maand veel reden gehad om te feesten? Walking on sunshine. Dat doe ik altijd. Ze lopen vooral weg. Ja, ik weet dat u voor Wilders bent. Nee hoor, echt niet. Wil je daar nog iets racistisch over zeggen? Nee. Achterlijke zandbaklanden. Vind je dat nog steeds een goede term? Volgens mij was dat weer een ander debat. Volgens mij niet. Zeker, dat is een ander debat. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar, ik heb het wel gekeken vandaag. Okay. Ja, heel goed. In 2006 durfde je de SP wel uit te sluiten. Ik heb nooit de SP uitgesloten. WikiLeaks zegt dat je nooit met oud-communisten wou regeren. Ik heb nooit de SP uitgesloten. Dat is fake nieuws? Ik heb nooit de SP uitgesloten. Nee hoor, echt niet. Why the fuck you lying? Why you always lying? Sinds 1986 heeft de SP niet zo slecht gescoord in Os. Nee, dat heeft natuurlijk een reden. Ja, daar graven we vandaag naar. Oh. Oké. Okay. Ja, ik heb pas twee witte wijnen in mijn kraag zitten en... twee uur. Ja. Ik had een verjaardag. Wat is er nou nog echt socialistisch aan het verhaal? Nou joh, hou op zeg. Jullie willen toch gewoon terug naar de jaren 70, 80? Met ja, een beetje sausje van werknemersinspraak of zo, maar... Had Sylvana de opvolging lekker geregeld? Lekker is een groot woord, zou ik zeggen. We doen niet aan integriteit. We doen gewoon aan eerlijke zaken doen. De eerste die mij straks aanspreekt op mijn integriteit, die wil ik vragen. Heb je ooit eens een keer illegaal iets gedownload? Heb je ooit je werkster eens een keer een tientje extra gegeven zwart? Heb je misschien eens een keer de verkeerde vrouw gekust? Nou, misschien wel goed voor jou om dat meteen even te zeggen. Ben jij integer? Ontzettend. Ja, nou. Meneer, wat heeft u de hele dag hier gedaan? Hetzelfde als jullie, denk ik. Mm-hmm. Bent u niet professioneel? Zeker wel. Zeker wel, maar wat brengt jullie hier? Wat is uw functie precies? Ik werk bij de politie, maar wat is uw rol hier vandaag? Ik doe verslag. Hoe vind je zelf dat het gaat? Ik vind dat het wel goed gaat. Van al je items vind ik dit toch wel een van de mindere? Nou, je hebt er nog niet gezien, dat scheelt. Maar nee, dit is weer een hoge kwaliteit dit, zeker weten. Jij zet een podium op, wij moeten daarop dansen, maar ik doe daar niet aan mee. Kan je niet zo goed dansen? Ik ga niet liggen, man. Ik voel dit gewoon niet. Ik weet niet of je het kan horen, maar ik vind dit echt verschrikkelijk. Gewoon rare white people drumcircle vibes. Maar ja, weet toch? Als dit het doet voor mensen, dan doet dit het voor mensen. En het belangrijkste is dat die fossiele subsidies weggaan. Wie heeft jou zo'n hekel aan Extinction Rebellion gegeven? Fortnite. Nee, nu komt het over alsof ik een soort Fortnite-spelende psychopaat ben of zo. Vind jij de Israëlische staat een terroristische organisatie? Vind ik een lastige vraag. Vind je het Amerikaanse leger een terroristische organisatie? Nee. Nee? Nee, nee, nee. Nee. Ongeacht dat er een miljoen dode Irakezen. Wat? Een miljoen dode Irakezen. Ja, maar dan ga je het over dat soort conflicten hebben. Dat heeft hier niks mee te maken. Is dat geen terreur? Is het alleen terreur als een arm iemand met een AK doet? Maar als iemand vanuit een vliegtuig mensen kapot schiet, dan is het niet erg? Nee, maar als iemand vanuit een vliegtuig terroristen met een AK bombardeert, vind ik het niet slecht, nee. Dus al die dode kinderen, dat waren allemaal terroristen? Veroordeel jij Israëlische terreuraanvallen? Ik ben hier nu niet daarvoor, maar voor de campagne. Goed? Oké, doen we dadelijk. Bijna 4000 Palestijnse burgers dood. Veroordeel je dat? Hallo, wat agressief. Veroordeel je dat, Geert? Bijna 1000 Palestijnse kinderen dood. Veroordeel je dat? Waarom bent u zo boos? Leftlezer heet het, leftlezer. Het is een hele boze zionist. En wie gaat uw stem? Absoluut PVV. Koran verbieden? Nou, ik vind Geertje een beetje te wild, laat het zo zeggen. Moskeeën sluiten? Nee. Het staat wel om het verkiezingsprogramma. Ja, maar je kan ook te ver gaan. Waar komt uw vriendin vandaan? Uit Turkije. Vind je dat mensen die bij het IDF gaan vechten, wat vind je daarvan? Daar ga ik verder geen antwoord op geven. Maar Nederlanders die voor Israël gaan vechten? Mag je zelf over nadenken. Mm-hmm. Maar vind je dat die veroordeeld moet worden dan?
ga ik verder helemaal niet op in. Maar waarom ga je daar dan niet op in? Waarom schrijf je daar geen blog over? Is, dat is niet mijn... Vluchtelingen die vluchten van oorlogen bijvoorbeeld, die wij veroorzaakt hebben in Irak, in Afghanistan. Dan zou FVD toch moeten zeggen, vluchtelingen, welkom. Ja, je weet dat we zijn heel kritisch op migratie. Maar oké, als je hem zo draait, dan heb ik ook soms over nagedacht. Wij hebben die vluchtelingenstromen veroorzaakt. Wij verkopen die wapens. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Die, vluchtelingen, welkom. Nee, dat niet. Nee, sorry. Maar dat, als je echt consequent bent... Ja, nou inderdaad, maar wij waren al tegen de interventies, begrijp je hem? Ja, maar jij altijd al. Je kan niet eerst mensen doodschieten en dan komen ze vluchten en zeggen ze... Ja, maar wij waren er tegen het feit dat jullie werden doodgeschoten. We hebben die stromen voor een heel groot deel door ons stupide beleid. Dat is waar, hebben we dat zelf veroorzaakt. Ja, dat ben ik met je eens. Weet je wat het misschien is? Je zei dat je communist bent, maar je bent eigenlijk op zoek naar een heilige. Nee, ik ben op zoek naar mensen die geen imperialistische oorlogen steunen. En dat is een hele lage ondergrens. En iedereen die links zou zijn, zouden we eruit moeten trappen als ze dat soort dingen doen. Okay. Als ze medeschuldig zijn aan de dood van 1 miljoen Irakezen, zouden ze geen links persoon mogen worden genoemd. Nou, oké. Okay. Veel succes. Hallo. Hallo. We hebben het vandaag over intimidatie van vrouwen door mannen op straat. Heb je daar ervaring mee? Ja. Ja, ik bedoel, welke vrouw niet? Miss Wijnand! Hallo, ik heb een sticker. Mag ik u een sticker geven? Tegen huisjesmelkers is het. Ja. Ja. Wilt u, houdt u meer van huisjesmelk of van koemelk? Kun je iets vertellen over waarom je hier vandaag bent? Ik ben hier vandaag omdat als we het kapitalisme niet slopen, de hele aarde naar de kloten gaat. Dus we moeten iets doen. Demonstreren is een goed begin. We moeten ons ook vooral organiseren. Kapitalisme, vindt u het een houdbaar systeem? Nee. Ja. Nee of ja? Nee, ja. Welk van de twee? Hm? Ja of nee? Ja. Ja. U vindt het houdbaar? Ja, ja. Het hele idee van constante economische groei op een planeet met beperkt aantal grondstoffen, dat werkt lekker. Nee, ik heb geen mening eigenlijk. Dus in 2050 hebben we een totaal andere economie, maar daar hebben we nog niet helemaal over nagedacht? Nee, ja, iedereen is daar heel hard over aan het nadenken, maar er is echt niet een perfect antwoord. Waarom hebben we in Nederland het normaal gevonden dat kinderen minder verdienen dan volwassenen? Goeie vraag, man. Geen antwoord erop. Goeie vraag. We vragen mensen of ze vertrouwen hebben in de Rotterdamse politie. Natuurlijk niet. Wonen is een basisrecht. Iedereen zou in een huis moeten kunnen wonen zonder er een godsfortuin voor neer te leggen. Sophie, wie is er erger aan toe? Het land of de VVD? Weet je, ik heb hier echt even helemaal geen zin in. Dit gaan we niet doen. Ik heb een dag gehad waarin er een heleboel gebeurd is. En jij wil hier alleen maar grappen en cynische journalistiek op bedrijven. Nou, cynische journalistiek. Ik denk dat het land heel veel schade heeft toegebracht. Maar de vraag is... Nou... Het land is helemaal kapot bezuinigd. Maar de vraag is, gaat het de verkiezingen goedkomen? Nou, is dit hoe de VVD met vragen omgaat? Dit is hoe de VVD... Dit is hoe jullie de verkiezingen ingaan? Dit is hoe de VVD omgaat met iemand die op geen enkele manier met respect voor ons omgaat. Dat is wat de VVD doet. Dankjewel, fijne avond. Hadden jullie respect voor de kinderen bij het toeslagenschandaal? De mensen in Groningen, hebben jullie daar respect voor? De VVD is de partij van het respect? Wow, hey! Wow! Op een aantal dingen zijn beloftes niet helemaal juist geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld het nieuw leiderschap had je denk ik beter moeten zien als een... Als we de premierskandidaat kunnen leveren, dan gaan wij het anders doen. Alleen we zijn niet de grootste geworden, dus dan houdt het daar een beetje op. Hey jongens, hoe voelt het om door de hele stad gehaat te worden? Ja. Wat is het voor vraag? Maar het is wel zo. Stel nou, het was juridisch gezien legaal om de koning te beledigen. Wat zou je in die hypothetische situatie willen zeggen? Ik wil best gewoon een boete, fuck de koning. Boeien mij gefuck, zeg maar. Ja. Hoeveel kost dat? Wat jullie zijn van? Welke? Left Laser heet het. En wat voor organisatie is dat? Dat is communistische propaganda. Oké. Communistische... En hoe moet ik dat zien? Communistische propaganda?
Ja, gewoon dat we mensen uitgebreide en onderdrukte groepen proberen te organiseren om de macht te grijpen. Left laser. Als je strijdt, heb je kans om te winnen. Maar als je niet strijdt, dan gaat de uitbuiting gewoon door van het volk. Gaat al de problemen gaat alleen maar vergroten. We hebben die rechten niet zomaar gekregen van de bourgeoisie. Daar hebben we heel veel slachtoffers voor gegeven. De arbeidersklasse heeft daarvoor gestreden.